Dit is Yola, de fit girl van deze week. En Yola test voor Bright TV de TomTom Spark 3. Het horloge zit heel erg licht, waardoor je hem eigenlijk gewoon heel de dag aan kan houden. Tijdens het sporten, maar ook daarna doe ik hem eigenlijk niet af. Ja, je voelt hem toch niet. Je went er heel snel aan dat het om je pols zit. Ik heb er ook één keer mee geslapen. Gaat ook prima. Hij was heel makkelijk in gebruik. Ik ben namelijk iemand die nooit de boekjes leest en altijd gewoon gelijk het apparaat pakt en aanzet. En normaal gesproken heb ik dan achteraf alsnog het boekje nodig, maar bij deze niet. De koptelefoon is makkelijk aan te sluiten. Het werkt via Bluetooth, dus je sluit hem aan via je horloge. Je zet je koptelefoon aan en ze verbinden met elkaar. Het enige nadeel is dat je geen gebruik kan maken van streaming. Dus als je muziek erop wil, moet dat gedownloade muziek zijn die al op je computer stond. Maar geen Spotify bijvoorbeeld, dat werkt niet. Ik heb de app gedownload die erbij hoort. En als je een workout gaat doen, zie je precies welke workouts je hebt gedaan. Dat kun je instellen van tevoren. En dat staat er gewoon op in welke hartslagzones je hebt gesport. Dus je kan precies zien of je in de rust zat of in de sprint. En daartussen heb je nog vier zones. Dus dat zijn de verschillende zones van rustig naar fatburn naar uiteindelijk sprint. Ook je GPS zie je precies. Je kan precies zien waar je hebt gelopen op welke plekken. Zij trackt dat voor je. Dan kun je precies terugkijken waar je bent geweest. Ik heb de meest uitgebreide variant, die is €249. Daar zit wel zowel de hartslagmonitor als de muziek en de GPS op. Wil je een van die drie niet, dan betaal je €50 minder. Dus dan heb je een dienst minder, maar ook een stukje goedkoper. Dankjewel Yola, en dit was Bright TV. Dank voor het kijken en graag tot volgende week.